En het commissariaat Wanica Zuidoost wil ouderen trainen hoe om te gaan met digitale producten. Districtscommissaris Shafiq Goulaman zegt dat tegenwoordig alles gedigitaliseerd wordt zonder rekening te houden met de ouder onder ons. Volgens hem hebben veel 60-plussers moeite met het gebruik van bijvoorbeeld een computer. Daarom gaat hij zijn personeel inzetten om computertrainingen te verzorgen aan ouderen. Zelfs als je nu naar de bank moet stappen, check is afgeschaft en men eist of vraagt dat men digitaal alles doet nu, online money transfer en zo. Maar je moet ook rekening houden met de oudjes. Toch? Er zijn een heleboel oudjes die nog niet zo bekend of niet zo goed kunnen omgaan met smartphones en met ander equipment. Dus ik heb ook gedacht, ik heb hier mijn ICT personeel, ik heb ook afdeling BIC. Dus ik heb brieven geschreven naar ondernemers, bedrijven zoals Shell Shops, waar er elektronische apparatuur wordt verkocht. Of dat ze niet een laptop of een iPad of een smartphone kunnen doneren. Waarbij ik mijn personeelsleden zou inzetten. In samenspraak met de RRDR-leden natuurlijk van het district. Zodat wij dan mensen zouden kunnen, oudjes, zouden kunnen registreren die hier zou komen. We zouden een dag tijdstip dan aanhalen wanneer en hoe laat het zou beginnen. Waarbij mijn personeelsleden dan gratis dan hun zou wijzen van hoe om te gaan met een laptop en met een iPad, etc. Dat is dus deze Shafiq Goulaman van Wanica Zuidoost. Hij zegt dat het commissariaat ernaar streeft zoveel mogelijk de dienstverlening te vergemakkelijken voor een ieder binnen zijn bestuursgebied.